Oké. Nou, welkom allemaal allereerst. Mijn naam is Randy Heerdeman en ik wil vandaag met jullie praten over zelfbewustzijn en het stellen van doelen. En ook uitleggen waarom het stellen van doelen nou zo belangrijk is. En jullie kennis laten maken met het begrip zelfbewustzijn. Zou je voor mij even door willen scrollen? Ja, met z'n allen. We beginnen. Voor wie geldt dit? Voor wie zijn doelen? Want ik wil eerst beginnen met doelen. Doelen zijn er eigenlijk voor iedereen. Het maakt nog niet uit of je 10, 15, 20, 30, 50 of 80 jaar oud bent. Het is heel belangrijk in je leven om doelen te hebben, want zonder doelen weet je ook niet waar je naartoe wilt gaan. Je kan je voorstellen dat je op een zeilboot bent en als je vaart zonder weet waar je naartoe wilt gaan, dan zou je zomaar in een storm terecht kunnen komen of op een plek terecht kunnen komen waar je eigenlijk niet had willen zijn. En dan moet je eigenlijk ook niet zeuren, want je had geen doel. Dus misschien ook wel, maar misschien ook niet. Kijk, hetzelfde geldt natuurlijk in je leven. Als jij niet weet wat jij wil met je leven, als jij niet weet waar jij naartoe wilt groeien, als jij niet weet waar je over 5 jaar of over 10 jaar wilt staan, en je bent er niet mee bezig, dan moet je ook niet zeuren als je leven nu kut is. Of ook niet zeuren als je nu niet genoeg geld hebt om op vakantie te gaan, of ook dat je nu niet genoeg geld hebt om vanavond op stap te gaan of uit eten te gaan. Jij hebt uiteindelijk de controle. Als jij bepaalt, ik wil, even terug naar die zeilboot, ik wil naar het Caribisch gebied, dan weet je ook, oké, wat moet ik doen om daar te komen? Je weet dat je moet leren zeilen, want anders dan kom je er sowieso niet. Je weet dat je moet leren navigeren, het weer lezen. Je weet dat je eerst naar Portugal zou moeten gaan, vanaf Portugal naar de Canarische eilanden, de Canarische eilanden naar de Kaapverdische eilanden, om vervolgens die oversteek te maken. Een doel geeft jou een stukje controle over jouw leven. Een doel geeft jou iets om naartoe te werken. En als jij dan bezig bent met het naar jouw doel toewerken, dan maakt het je ook helemaal niks meer uit wat, als de kleine dingetjes, een keer een touw breekt op jouw boot of er komt een net in je schroef, dat maakt allemaal niet meer uit, want je bent uiteindelijk bezig met je grotere doel. Als jij dus weet waar je naartoe wilt, geef je dat een soort richtlijn. Nou, wie van jullie hier weet al wat hij wil doen over 5 jaar of over 10 jaar? Ik. Rijk worden. Rijk worden, oké. Meer mensen die iets weten? Wat ze willen doen? De wereld rondreizen. De wereld rondreizen? Ja. Oké, nou. Kijk, als je dus al weet wat je wil, wordt het allemaal een stuk makkelijker. Mag je naar de volgende sheet? Om een voorbeeld te geven zal ik eerst mijn doelen aan jullie vertellen. En dan kunnen jullie aan de hand daarvan ook kijken wat ik doe om die doelen te bereiken. Mijn doel is om... Ik ben een project begonnen, dat heet Project Lilita. En mijn doel is om de wereld te veranderen. En mensen te inspireren en mensen te helpen om de beste versie van zichzelf te worden. En dat geldt niet alleen voor jullie hier, maar dat geldt eigenlijk voor iedereen. Waarom vind ik dit zo belangrijk? Waarom is dit nou zo speciaal voor mij? Er gebeurt zoveel in deze wereld waar wij eigenlijk niks van af weten. Wie van jullie koopt wel eens, of heeft wel eens wat gekocht bij de H&M? Steek je hand maar omhoog als je wel eens wat bij de H&M hebt gekocht. Bij de Primark, bij de Zara. Iets. En Zara? Zara. Oh nee, ik ben net ook. Ja, ik heb ook een Zara. Oké. Ja. Als je... Stel je voor, je koopt wat bij de H&M. Dan kan je een heel mooi t-shirt kopen voor 4, 5 euro. Maar betaal je wel daadwerkelijk 4 of 5 euro? In geld misschien wel, maar er gebeurt zoveel meer waarover je misschien nu nog niet hebt nagedacht. Op het moment dat jij, of het feit dat die shirts zo goedkoop zijn, betekent dat wij zoveel verschillende shirts gaan kopen, dat er zoveel verschillende producten zijn, dat het opstapelt en het wordt alleen maar meer en meer en wij kunnen het niet meer verwerken. Het katoen, alles stapelt zich op en we hebben bulten met kleding waar we niet mee weten wat we mee moeten doen. En het ligt daar ergens op een hele grote stapel in de wereld en wij kunnen er niks mee doen. Dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de mensenrechten. Als je kijkt wat er is gebeurd, wat er gebeurt, als jij een t-shirt van de Zara koopt, dat wordt met de hand gemaakt door iemand. Of een t-shirt van de H&M of de Primark. Wat denk je dat deze mensen verdienen per uur? Doe eens een gok. 1,7 cent. 3. 45 cent. Oké. Deze mensen werken 10 tot 16 uren per dag, 6 tot 7 dagen per week. En die verdienen, jullie zitten redelijk in de buurt, 17 cent per uur. Nou is mijn vraag aan jullie, wie van jullie zou voor 17 cent per uur... 1,7 had ik goed, behalve de 10. 6
tot 7 dagen per week willen werken, 10 tot 15, 16 uur per dag? Nou, ik denk bijna niemand. Dus dan is de vraag, wie vindt dat dit eigenlijk niet kan? Wie vindt dat hier eigenlijk wat tegen gedaan moet worden? En dan is dus daarom ben ik project Lita begonnen, om de mensen een beetje te gaan beïnvloeden en mensen een beetje bewust te maken van wat er nou eigenlijk gebeurt. En dat een t-shirt bij de H&M niet alleen 4 euro kost, dat er veel meer achter zit. Elke euro die jullie uitgeven, elke euro die ik uitgeef, is eigenlijk een stem waarvan je zegt, hé, dat vind ik goed, hé, daar sta ik achter, dat support ik. Ik zeg dat het goed is. Ja? Dus nu moeten we eigenlijk, is jouw doel dat wij echt gaan opletten waar wij dingen gaan kopen en ons echt zorgen gaan maken over dat ons geld wel naar het goede gaat en dat we... Ja, dat neemt toch veel te veel ruimte in beslag om alles na te zoeken. Nee. Mijn doel is dus inderdaad om mensen bewust te maken, dat is irrelevant van deze presentatie, maar mijn doel is om mensen bewuster te maken van wat gebeurt er nou op de wereld en wat kunnen we eraan doen. En zodat jij het niet hoeft uit te zoeken, ik breng een oplossing naar jou en jij hoeft alleen die oplossing te volgen. Straks over 10 jaar moet je het keurmerk Lilita kunnen volgen en vertrouwen op het keurmerk Lilita dat allemaal goed is naar de goede standaard. Omdat de gemiddelde consument gewoon niet de tijd of de moeite wil nemen om dat uit te zoeken. Wat ik snap, want je hebt maar 24 uur in een dag en iedereen is hartstikke druk van zichzelf natuurlijk. Als we naar de volgende sheet gaan. Hoe bereik ik mijn doel nou? Nou, vroeger, mijn doel is natuurlijk onwijs groot en dat gaat onwijs veel tijd en werk kosten. Als je mij 10 jaar geleden had gevraagd hoe ga ik dit doel bereiken, dan was dat bijna onmogelijk geweest. Waarom? Ik was afhankelijk van zoveel factoren. Als ik een speech geef, nu bijvoorbeeld, ik film het en daarna kan ik het op internet zetten. En die speech kan andere mensen bereiken nu. 10 jaar geleden, 15 jaar geleden was dit niet mogelijk. Dan was ik verantwoordelijk voor RTL 4, De Telegraaf of andere nieuwsmedia's die mijn stem zouden vertegenwoordigen. En als zij het bericht niet leuk vinden, ja, dan kan dat niet. Maar nu met social media heb ik de kans om mijn bericht te verspreiden en te vertellen aan wie dan ook. Het is bijna een soort sneeuwbaleffect. Stel je voor, ik heb een video gemaakt in de Canarische eilanden waarin ik op straat muziek heb gemaakt. En daar heb ik het geld wat ik heb ingezameld met muziek maken, heb ik boodschappen gedaan, heb ik eten gekookt en samen met mijn vriendin ben ik de straat op gegaan, heb ik dit uitgedeeld aan daklozen. Dat is sick niet. Ja, dank je. Ja. En die video heb ik op internet gezet. 110 mensen hebben die gedeeld en binnen een week had hij meer dan 100.000 views. Nou, dat is maar een voorbeeld over hoe ik mijn doel zou kunnen bereiken. Waarom vertel ik het allemaal? Ik wil jullie een idee geven van hoe duidelijk ik mijn doelen heb en hoe ik duidelijk weet hoe ik die wil bereiken, waardoor ik ook langzamerhand naar die doelen toe kan werken. En dan komen we nu bij de volgende sheet, waarin we praten, hoe bereik jij je doel? Dat begint natuurlijk dus bij... Weet wat je doel is. En als je hier zit en je weet nog niet wat je doel is, of ook al weet je wel wat dat doel is, heb je al een plan om dat doel te bereiken? Weet jij heel duidelijk, oké, dit wil ik, dat moet ik ervoor doen, dit moet ik leren en dit zijn de volgende stappen. De meeste mensen willen succesvol zijn of willen rijk zijn. Of willen, die willen gewoon zoveel geld hebben als de rest van hun leven niet meer moeten werken. Maar om dat te bereiken, zul je eerst heel hard moeten werken. Ik heb toevallig vandaag een andere spreker gehoord en die gaf een heel mooi voorbeeld. Er was een man die wilde heel rijk worden en die wilde heel beroemd worden. Zijn vriend vertelde dat hij iemand kende, dat hij ooit een guru had ontmoet die hem de les had geleerd en hem de sleutel had gegeven tot succes. Hoe word je nou rijk? Wat is nou echt het geheim? Hij zei, je moet naar Thailand gaan, daar is een guru. En deze guru kan jou precies uitleggen wat jij nou moet doen om succesvol te zijn en om rijk te zijn. Dus die man die reist naar Thailand toe, die zoekt die guru op en die vindt die guru en die zegt, hey guru, ik wil rijk worden, ik wil geld verdienen, ik wil zoveel geld hebben dat ik me nooit meer ergens zorgen hoef te maken. Wat moet ik doen? En de guru zegt tegen hem, kom naar het strand morgenmiddag om 4 uur. Waarop die man denkt, ja, wat moet ik nou op dat strand doen? Ik bedoel, ik wil rijk worden. Die guru zegt, nee, morgen 4 uur strand. En hij loopt weg. Volgende dag komt die man op het strand met zijn zwembroek aan en alles. En die guru komt er ook aanlopen en die zegt tegen die man, oké, jij wil weten hoe je rijk moet worden? Jij wil weten hoe jij je doelen kan behalen, hoe je succesvol kan zijn? Loop maar het water in.
Dus die man denkt, weet je, die guru die is gek, waar heeft die guru nou over? Die guru zegt, nee, wil je het weten? Loop het water in. Dus die man denkt, oké, ik ben helemaal naar Thailand gegaan. Ik loop het water in. Dus die man loopt het water in tot zijn middel. Die kijkt naar die guru en die zegt, en nu? Waarop die guru zegt, loop verder. Loop nog maar verder het water in. Dus die man die loopt het water in, die guru pakt ondertussen zijn bootje, gaat achter die man aan en die man staat tot hier in het water. Waarop die man zegt tegen die guru, is dit genoeg? Zegt die guru, nee, loop nog verder. Dus die man gaat zo ver dat hij niet meer kan staan. Hij staat kopje onder en wat doet die guru? Die guru pakt die man bij zijn hoofd, drukt hem onder water en houdt hem vast. 5 seconden. 10 seconden. 15 seconden. 30 seconden. Waarna hij de 30 seconden die man weer boven water haalt. En die man die is helemaal boos. Die zegt, what the fuck doe je nu? Wat is dit? Waarop de guru vraagt aan die man, wat is hetgene wat je het meest wilde doen? Wat denken jullie? Ademhalen. Overleven. Precies, ademhalen. En hij zegt, het enige wat die man wilde doen en het enige wat jij wilde doen, zei de guru tegen die man, is ademhalen. Het maakt niet uit wat andere mensen over jou zeggen. Het maakt niet uit hoeveel geld je op je bankrekening hebt. Het maakt niet uit waar je vandaan komt. Het enige waar die man interesse in had, was ademhalen. En als jij zoveel zin hebt om zo je doelen, om succes te bereiken, als je net zo graag jouw succes wil bereiken als ademhalen, zul jij succes bereiken. Het enige wat in de weg staat tussen jullie en succes, is werk, is tijd en is moeite. Always know if the juice is worth the squeeze. Besef altijd, is hetgene wat jij wil, de moeite waard om al die tijd en energie daarin te stoppen. Als jij miljonair wil worden en je wil rijk worden, dat is heel leuk, maar dan zul je de komende 10 jaar van je leven, als je vandaag begint, 15 tot 18 uur per dag moeten werken. Geen Netflix kijken, geen Facebook filmpjes kijken, geen andere onzin, niet te veel met je vrienden in de bar zitten. Nee, werken, 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 werken. 5 tot 10 jaar lang en dan zou je misschien je doel bereiken. Dus een doel hebben is heel leuk, maar uiteindelijk gaat alles om de uitvoering. Alles gaat om hoeveel tijd en energie jij daadwerkelijk in je eigen doel wil stoppen. Mag je naar de volgende? En dan kom je dus bij zelfbewustzijn. Want een doel hebben alleen is niet genoeg. Ben je ook zelfbewust? Weet jij wie je bent? Weet ik wie ik ben? Waar ik goed in ben en waar ik niet goed in ben? Als ik mezelf eventjes even bekijk en als ik over mezelf praat. Ik ben iemand met onwijs veel passie, onwijs veel energie. En als iets wil, dan gaat hij er ook 300% voor. Waar ben ik goed in? Ik ben heel erg goed in spreken, communiceren, opbouwen van communities, managen van projecten. En waar ben ik minder goed in? Ik ben niet zo creatief. Als je mij iets laat tekenen, of muziek laat maken, of laat dansen, dat kan ik niet. Dus ik kan nog zo hard mijn best doen, maar ik zal nooit in mijn hele leven een goede danser worden, of een goede gitarist. Ik ben al op straat gegaan om muziek te maken, en ik kan ook gitaar spelen, en ik kan ook wel zingen. Maar dat komt omdat ik 9 jaar lang heb geoefend. Je kan alles leren. Maar ik zal nooit... Sorry? Ja, maar ik zal nooit een toptalent worden daarin. Als jij dat zelf zegt, niet hè? Nee, net zo'n eerste, maar je moet het zelf in geloven. Nee, maar sommige dingen. Nee, maar dat is naïviteit. Sommige dingen zijn. Daar ben je gewoon minder goed in dan andere dingen. Als jij je focust op de dingen waar je goed. Iedereen heeft dingen hier waar die echt goed in is. Als jij je focust op de dingen waar je echt goed in bent. En wat minder focust op de dingen waar je niet zo goed in bent. En accepteer dat je misschien niet zo goed in bent. Dan kan je al je tijd gebruiken om te focussen op de dingen waar je goed in bent. Nou, weet je nou nog niet, ik ga zo meteen even alle vragen doen. Weet je nou niet waar je goed in bent? Vraag dan de mensen om je heen, de mensen die jou echt kennen. Maar denk er wel om dat als je ze dat vraagt, het is best wel een persoonlijke vraag. Dus word niet boos als zij iets zeggen wat je niet leuk vindt. Misschien wil jij heel graag goed zijn in timing en organisatie en planning, maar jij bent er helemaal niet goed in. Ja. Als één iemand dat zegt, zegt dat niks. Maar als jij 5, 6 vrienden vraagt die jij echt goed kent en vertrouwt, en die zeggen, 3 of 4 van die mensen zeggen, ja, jij bent gewoon niet zo goed in planning en timing, zou ik niet iets gaan doen met organiseren. Maar als ze zeggen, jij bent heel creatief en heel behulpzaam, ja, misschien moet je iets doen met zorg, of misschien moet je iets doen met webdesign of grafisch design. Steek je tijd daarin, want dan zul je zien dat je binnen no time
heel goed gaat worden en je ook gewoon je geld mee daarmee zou kunnen verdienen. Een Messi is geen goede spreker. Een Messi is heel goed met voetballen en heeft al zijn tijd voor de afgelopen 20, 25 jaar gestopt in een balletje trappen. En die verdient miljoenen. Dus je hoeft niet goed te zijn in alles om goed geld te verdienen. Als je maar weet waar je zelf goed in bent. Mag je naar de volgende? Dus het geheim van succes en geluk ligt hem dus in. Ken jezelf, ken je doelen en focus op oplossingen. Als jij een doel hebt en bijvoorbeeld jij wil YouTuber worden. En je wil een hele vette show maken, je bent heel goed in het presenteren. Maar jij weet niet zo goed hoe je moet editen. Vind dan iemand die ook een succes wil maken en begin samen met hem een YouTube kanaal. Deel samen de ervaring en misschien ooit de winst. En laat hem goed zijn in het editen en laat jou goed zijn in het presenteren. Vind elkaars kracht en focus daarop. Ken je doelen? Daar nog even op terugkomen. Ik daag jullie uit om gewoon, als jullie vanavond thuiskomen of deze week, dit weekend, schrijf de doelen op. Maak een bord waarop je zegt, over 10 jaar zou ik daar willen zijn. Dan heb je een idee en een doel wil niet zeggen dat het voor altijd is. Ik ben op dit moment ben ik heel gefocust op Lilita, maar volgend jaar of het jaar daarna wil ik een gezin hebben. Ja, dan heb ik een kind. Misschien zijn mijn doelen heel anders op dat moment. Dat weet ik niet. Maar elk jaar opnieuw, maak een nieuw bord met waar wil je zijn over 10 jaar en probeer dan uit te zoeken wat moet je doen om dat te bereiken. Het ligt altijd aan jezelf. Er is niemand in jullie omgeving, niet je vader, niet je moeder, niet je vrienden, niet je whatever, die verantwoordelijk is voor jullie succes. Jullie hebben alles in handen. Misschien kom je vanaf een heel slecht punt en misschien heb je heel veel dingen meegemaakt die het heel moeilijk maken voor jou om nu door te gaan. Maar gebruik dat niet als excuus om het niet te doen. Gebruik het als motivatie om dat te gebruiken, want dat wil je niet meer. Je bent beter dan dat. Je kan beter dan dat. En het is echt 100% aan jullie zelf om je eigen toekomst te creëren. En soms zul je daar dingen voor moeten laten liggen. Always know if the juice is worth the squeeze. Misschien moet je niet op stap gaan met je vrienden op vrijdagavond, want misschien moet je wat gaan studeren. Misschien moet je nu een kutbaan nemen om na die kutbaan nog eventjes 3-4 uur per dag door te studeren, om jezelf te ontwikkelen, om je doel te bereiken. Maar als jij niks doet, gaat niks veranderen. Als jij niks doet, zal je leven nooit beter worden. Winnaars winnen en verliezers verliezen. En als jij niet probeert om te winnen, zul je ook nooit winnen. Tot slot, als je nog 1 keer verder mag. Tot slot, samen met mijn vriendin ben ik een nieuw YouTube-kanaal begonnen. Dat heet De Vraag Maar Show. Je kan ons vinden op YouTube. En daar kan je door een e-mail sturen naar vragen@devraagmaarshow. Kan je eigenlijk alle vragen die je hebt, of het nou over leven gaat, liefde, of over doelen stellen, of over je weet niet zo goed hoe je een oplossing moet vinden met jouw problemen. Kan je ons die vraag stellen? Wij zijn geen therapeut of zo, maar wij kunnen alleen onze mening geven. En misschien helpt die mening jou om de volgende stap te zetten, om tot antwoorden te komen. Dat kan anoniem, zet het er dan even bij. Tot slot, op mijn Facebook, Randy Heereman, voeg mij toe. Heb je wat vragen, kan je dat altijd vragen. Maakt niet uit wanneer. En nu hoop ik dat jullie nog wat vragen hebben en dat we wat discussie kunnen gaan creëren over wat ik net allemaal verteld heb.